Almere City-spits Eduardo Soleri begrijpt helemaal niks van de uitlatingen van Hans Kraaij junior tijdens het samenvattingenprogramma van de keukenkampioendivisie. Kraaij suggereerde onlangs dat de AS Roma huurling niet zo lekker zou liggen bij Almere City, omdat hij zich te veel in het Amsterdamse uitgaansleven zou begeven. Ja, ze zijn niet helemaal tevreden over zijn werklust. En je zit te lachen. Ja. Jij weet wat ik... ik denk dat ik weet. Jij wil gewoon dat ik ga zeggen wat ik gehoord heb. Ja, ja, nou laat ik het dan maar zeggen. Want jij zegt toch niet. Hij schijnt al een tijdje in Amsterdam te wonen. En hij schijnt het centrum ontdekt te hebben. Dus hij doet wel eens een keer. Niet de lelijkste onder de mannen. Ik kan me heel goed voorstellen. De schoolmeisjes die vinden het, die vragen wel eens van. Ah joh, kom even, doe me even een drankje mee. Dus, nou ja. Maar goed, hij schiet er nu weer twee binnen. Dus is hij nu weer even onomstreden. Ja. Ze hadden het echt nodig, Almere. Soleri was verbaasd over de uitspraken van Kraaij, want hij woont namelijk helemaal niet in Amsterdam. Oh, I live here in Almere. Last week the Fox Sports journalist tell that true, that not is not true. I live here in Almere Bighton alone, and my girlfriend often come here. So it's not true what Hans Kraaij junior did say. No, no, it's not true. I don't know why he say this, because I live here in Almere, and if he wants to come in my house in Almere to eat some Italian kitchen, he's invited. So that's an invitation for Hans Kraaij. Yes. You will cook? Yes, I cook, because I live in Almere, and I don't exit a lot. And I like Almere. Yes, I like also Amsterdam, but I like Utrecht, I like all the Dutch cities. Yeah. Dutch girls? No, I are good, but I have a girlfriend. Okay. Yeah, I hope my girlfriend don't listen this interview. Okay.